acties EBS-personeel opgeschort. VSB voorstaande privatisering overheidsbedrijven die op verlies draaien. En 17e topbeweging niet gebonden landen in Venezuela gestart. Dames en heren, van harte goedenavond. Het is dinsdag 13 september en dit is het STVS-journaal. De actie van de bond bij de NV-energiebedrijven Suriname, EBS, OWAS, is opgeschort. Dit uit respect naar president Desiree Bouterse toe, zegt bondsvoorzitter Steve Geerlings. Vandaag hebben de leden tijdens een algemene ledenvergadering het besluit genomen om de actie op te schorten, omdat ze zich konden terugvinden in het voorstel van het staatshoofd op één punt na. Hij heeft een verzoek gedaan dat de medewerkers weer moeten gaan werken. En zodoende hebben we de beraad opgeschort. En op basis van het verzoek van de president hebben wij gezegd, de werkzaamheden beginnen vandaag. Je moet rekening houden als de president een verzoek aan u doet, dan maakt het niet uit als je van de president het houdt, maar we moeten wat hij gevraagd heeft, moeten we wel uitvoeren, omdat de hoogste man van het land dat gevraagd heeft. Dus eager naar de president toe hebben wij gezegd, we schotten het op. En wij wachten op het gesprek van morgen. Ik geef hier een wijziging. Het staat hier op papier. Als dit gewijzigd is, dan vervalt 10.10 wat er is afgesproken tussen de aandeelhouder en de directie. Mag ik weten wat dat punt is? Het is meer te maken op basis van wat er wordt uitbetaald naar de werknemers terugwerken. Na 1 januari 2016. Dit is opgesteld door een jurist van het bedrijf. We hebben vaker een aantal keren gesproken in de meeting. De directeur zegt het is een concept. Wij hebben hier gezegd het is niet goed, want als het zo staat en we tekenen, dan vervalt het. Vrijdag waren de partijen bijeen waarbij de plooien al glad waren gestreken. Geerlings voegt eraan toe dat de medewerkers wel tevreden zijn met hetgeen de president heeft voorgesteld. Weliswaar hebben de leden tijdens de ALV aangegeven dat ze ontevreden zijn over de handelingen van Rabin Permisser. Is de ALV verschoven naar vandaag 19:30. Dus de medewerkers hebben ook hun misnoegen behoorlijk geuit. Wat er zich heeft afgespeeld. En maar ze hebben bestuur gezegd dat bestuur geeft u door aan de president dat het vertrouwen wat wij hadden van de heer Permisser, dat behoorlijk geschaad is. Je moet rekening houden, dat zijn twee partners. Je hebt een resultaat met de president bereikt. Als u gewoon gaat en het blijdschap tekent u, dat tekent u dat u doet vonnis. Vandaar dat wij dat niet getekend hebben en we zullen dat morgen voorleggen aan de president. De medewerkers krijgen op basis van, het is geen principeakkoord meer, het is een akkoord, het is ook overleven een akkoord. Is het zo wat wij gevraagd hebben dat wij een voorschot daarvan zullen krijgen, maar het voorschot ga ik u nu kenbaar maken, dat houden we voor onszelf. Morgen om 8:00 moet het bestuur van de bond zich aanmelden bij het paleis voor verdere gesprekken met het staatshoofd. De projecten die invulling moeten geven aan het stabilisatie- en herstelprogramma kunnen herstel en groei betekenen voor de Surinaamse economie. Volgens voorzitter Brian Renten van de Vereniging van het Surinaams Bedrijfsleven, VSB, moet de overheid wel datgene doen dat is afgesproken met de belanghebbenden. Hij geeft aan dat deze projecten door de Islamitische Development Bank worden gefinancierd. Dus het eerste gedeelte ging over de investeringsprojecten die men heeft geëermarkt om in uitvoering te nemen met als doel het genereren van bedrijfseconomische activiteiten en werkgelegenheid. Tweede heeft te maken met welke instituten heb je nodig om die investeringen niet alleen in uitvoering te nemen, maar ook te monitoren en te zorgdragen dat dit op een transparante manier gebeurt. Dat is het stokpaardje van het bedrijfsleven. En het derde
ging over kostenverhogende maatregelen van de overheid, zoals ik al aangegeven. Het is nog onvoldoende doorgerekend wat het effect is. Dat is een van onze opmerkingen. We begrijpen dat die maatregelen moeten worden genomen. Wat is het effect? Hoe lang? Wat is de impact? Wat was de eerste vraag? Sorry, was ik kwijt. Dan moeten we afwachten of die maatregelen die de overheid voornemens is, of die het effect willen hebben. Een deel van onze mening is dat een deel van die koersontwikkeling is ook onzekerheid. En dat leidt tot speculatie. En wil je onzekerheid weghalen, moet je transparant zijn en moet je plannen voorspelbaar zijn. Dat hebben we wederom kenbaar gemaakt. Hebben we inhoudelijke discussie daarover gehad. En de reactie van de overheid is dat ze serieus rekening houden met onze inzichten. We zullen de komende 2 weken afwachten in hoeverre dat ook daadwerkelijk gaat gebeuren. De VSB is verder voorstander van privatisering van overheidsbedrijven die op verlies draaien. Renten wil dat de overheid het ondernemen wel moet overlaten aan ondernemers. Een van de dingen waar we ons in terug kunnen vinden is privatisering van verlieslatende bedrijven. We denken dat het een goed ding is. Wij geloven erin dat de overheid moet terugtreden en dat je ondernemen moet overlaten aan ondernemers. Er zijn een aantal maatregelen die zijn gewoon pure kostenverhogende maatregelen. Ik begrijp dat we daar minder enthousiast over zijn. We hebben ook aangegeven aan de regering, die samenleving zal bereid zijn om offers te dragen als ze weten waarvoor ze die offers moeten dragen. En wat is het perspectief op verbetering? En ons is toegezegd dat we dat ook gaan krijgen. Verder is er ook advies gegeven aan de overheid ten aanzien van het reshuffling-beleid van deze regering. Hoe zouden ondernemers het aanpakken? We zijn de mening toegedaan, stippel eerst beleid uit, heb een plan en dan moet je kijken of je huidige ministerraad voldoet. Maar ik denk dat het de omgekeerde volgorde is als je eerst begint te reshuffelen en dan gaat nadenken over het plan. We hebben nu de contouren gezien van een iets concreter plan, wat iets specifieker is. Als we daar dan verder over discussiëren en voldoende de input van het bedrijfsleven wordt meegenomen, dan denk ik dat je dan moet gaan kijken of je de juiste mensen in place hebt. Althans, dat doen wij in het bedrijfsleven hoor. We gaan eerst plannen en dan gaan we kijken welke mensen hebben we nodig. Tot vanavond 10 uur vinden er besprekingen plaats met diverse groepen. Raadsadviseur Winston Lakin zal na 10 uur vanavond dus een evaluatie doen van de gehouden gesprekken. Hearings met de regering vinden tot 17 september plaats. Het ministerie van Buitenlandse Zaken van India is van plan om delegaties te sturen naar 68 landen, inbegrepen Guyana en Suriname. Dit in een poging om zijn internationale aanwezigheid te verbeteren, te midden van toenemende escalatie van het geweld in de vallei van Kashmir, een betwist gebied dat wordt opgeëist door zowel India als Pakistan. De leiders van Guyana en Suriname en topdiplomaten uit deze landen hebben India al bezocht. Echter heeft de Indiase premier Narendra Modi nog zijn minister van Buitenlandse Zaken Sushma Swaraj Guyana en Suriname bezocht. De geplande trips werden onthuld door het Indiase ministerie van Buitenlandse Zaken in New Delhi deze week. Het ministerie heeft geen data voor deze bezoeken genoemd, maar Swaraj heeft de minister van Landbouw, Radha Mohan Singh, aangewezen als hoofd van de delegatie naar Suriname. Het DNA-lid Krishnadat Mathura roept de vakbonden op om zich te bundelen. Ze is van mening dat door samenbundeling van de vakorganisaties er betere resultaten bereikt kunnen worden wanneer het gaat om het opkomen voor de belangen van arbeiders. Vooral in deze periode waar het land in een crisis verkeert, zullen arbeiders veel te maken hebben met bedreigingen en intimidaties van werkgevers, zegt ze. De vakbond moet nu meer dan ooit weten dat met een verdeelde vakbond de rechten van werknemers in het geding zijn. En je ziet nu breed dat de rechten van werknemers in het geding zijn. Want werknemers verdienen hetzelfde geld. En de prijzen zijn 2 en 3 hoger geworden. Dus mensen komen niet uit. Maar los daarvan, de omstandigheden waaronder mensen moeten functioneren.
Ik denk dat de vakorganisatie hieruit moet gaan leren en zeggen van we moeten één vuist gaan vormen en tegelijkertijd ook opkomen voor de rechten van vakbond, van medewerkers, ja. En eigenlijk een verbond vormen tegen de regering. Want een verdeelde strijd ga je niet kunnen voeren als je verdeeld bent. Strijd kan je alleen voeren als er eenheid is en dat je eensgezind bent. Want alleen daarmee gaan we Suriname weer uit het crisis helpen. Matura merkt verder op dat de vakbeweging zich ervan bewust moet zijn dat ze een belangrijke functie heeft in de samenleving. Binnenkort zal certificering van het vakantieoord Bersaba op plantage La Prosperité een feit zijn. Elvira Sandy, voorzitter Federatie Paraplantages, laat weten dat er nog het een en ander gedaan moet worden voordat de keuring plaatsvindt van het oord. Dat moet leiden tot certificering. De bedoeling is dat Bersaba een nieuwe look krijgt en hierdoor meer toeristen aantrekt. We zijn al een geruime tijd bezig om inderdaad de laatste hand te leggen aan de certificering van het toeristisch oord van onze plantage La Prosperité. We hebben onlangs in het kader hiervan het toeristisch oord dat bekend staat al decennia lang als Bersaba, hebben we officieel ingeschreven bij de Kamer van Koophandel als aparte entiteit binnen onze plantage. Het is al een aantal jaren de grote verdiener van de plantage. Het moet nog groter worden. Het product moet groter worden. Er moeten veel meer toeristen, veel meer soorten toeristen hier komen. En daar zijn we heel hard bezig invulling aan te geven. We hebben een renovatie van het van de toeristisch oord. We hebben nieuwe barakken neergezet, tenten neergezet. De kreek is opgeschoond door plantagebewoners zelf. Daar ben ik heel trots op. We zijn daar trots op. Dit recreatieoord brengt volgens Sandy de meeste inkomsten voor de plantage binnen. Jongeren zullen belast worden met het management van het oord. Verder hebben het bestuur en de leden van de Federatie van Paraplantages op 10 september gesprekken gevoerd met minister van Natuurlijke Hulpbronnen Regilio Dodson over de energievoorziening, waterbronnen, kleireserves en het baanzaan op de plantage. Dit gesprek is ook ten gunste geweest van de nieuwe look die er voor de plantage wordt beoogd. De waterkant van Bersaba is nog steeds de grootste trekpleister van plantage La Prosperité. Veel dagrecreanten bezoeken in het weekend en in de vakanties deze locatie. Men komt van heinde en verre om te genieten van de kreek. La Prosperité is een voormalige houtplantage in het savannagebied, 45 kilometer ten zuiden van Paramaribo, waar de Parakreek zich doorheen kronkelt. De laatste loodjes wegen het zwaarst, maar de missie moet volbracht worden. Dit is de insteek van de ondervoorzitter van het mannenkoor Maranatha. Het afgelopen weekend zat de groep in Para voor een groep voor een van de laatste vormingsweekenden. De voorbereidingen liepen in het begin nogal stroef, maar nu is de tour naar Spanje in oktober voor een groot deel in orde gemaakt. Het is allemaal nog spannend. Het is nog allemaal van wat kunnen we verwachten als we daar aankomen. Duitsland hebben we de ervaring ook in Nederland, maar Spanje is de eerste keer. Dus we weten echt nog niet hoe het allemaal zal uitzien. Dus het is allemaal nog nieuw voor ons, maar we gaan voor het beste. Mijn hart springt jubelend op en toe. Het koor krijgt in zo'n vormingsweekend een aantal opdrachten. Stemvorming is een van de belangrijkste. En daarnaast mogen de leden vrij ontspannen en focussen op hun missie. Het is meer zang. Van 's morgens vroeg zijn we vanmorgen om 9:30 begonnen. Tot ongeveer, denk 2:00. En daar een korte break, even gegeten en net zijn we begonnen met deze motivation speech. En daarna gaan we weer beginnen met zang. En we hopen wel vanavond zo tegen 10:00 een beetje te gaan vissen. Om dat ook een beetje te gaan ontspannen. Maar zwemmen kunnen we niet. Er zit helemaal geen ruimte erin om te gaan zwemmen, ondanks er water hier is. Hij is de kortste man, dan gaan we op zijn hoogte naar beneden. De kleinste man bedoel je? De kleinste man, de kortste man. Tijdens zo'n vormingsweekend worden de puntjes op de i gezet voor de optredens in Spanje. Dit is voor Suriname wederom een kans om ook op internationale podia te schitteren.
De verwachtingen van de groep zijn groot. En aangezien het Maranatha-koor vaker in de prijzen is gevallen bij soortgelijke festivals, werken deze leden er hard aan om ook dit jaar in de smaak te vallen. Je gaat niet om deelgenoot te zijn aan een zangfestival. Je gaat om te winnen. Sowieso, kijk, 70 jaar, hoe mooi zal het zijn dat Maranatha naar Spanje gaat en terugkeert met nummer 1 prijs naar Suriname. Dat is ons streven. We verlangen ernaar, omdat als je ook na gaat, denk ik, in het Caribisch gebied, als ik het goed heb, zijn wij de enigste die steeds weer deelgenoot mogen zijn op zulke festivals. Want zegen zal schenken, de schepper gezien zal worden, de God der Israëlen. Een ander belangrijk punt waarop er ook werd gefocust in het weekend is de samenhorigheid binnen het koor. Er werden speciale oefeningen gedaan om krachten en kennis van elkaar te toetsen en laten samenvloeien. We zien dat het nog steeds niet lukt. Nee, het lukt niet. Iedereen heeft wel zijn eigen karakter. En wanneer het erop aankomt om te zingen, zijn we allemaal één. Maar ik zag het daarin bij dat spel. Het was allemaal, het was heel anders. Dus, en dat laat ook zien van hoe belangrijk het is om te werken naar saamhorigheid, naar een teambuilding, naar dat alles, al de punten daar naar voren zijn gehaald, net om er naar te werken. Dus dat is het mooie ervan. Met trots praat het bestuur van Maranatha over een succesvolle voorbereiding. Later dit jaar vertrekt het koor naar Barcelona voor een korencompetitie. Wat ik zelf merk, zeg van, we gaan elke keer een treetje hoger. Dus dat mag ik de mensen na de oefening van vanmorgen zeggen van, we zitten weer een treetje hoger. Dat sowieso. In de eerste week van oktober volgt er een afscheidconcert van het mannenkoor. Later in de maand vertrekt het koor richting Europa voor een aantal optredens. Restauranthouders kijken uit naar verlengen of herhaling van de restaurantweek. Deze werd voor de tweede keer georganiseerd en de coördinator geeft aan dat het supergoed is verlopen. Tijdens de restaurantweek kunnen klanten voor een standaard voordeelbedrag een keus op het menu maken. Dit zorgt voor vele restauranthouders voor meer bezoekers en wordt de drempel wat lager gelegd voor ieder. De eerste editie is geweest rond februari. En omdat de restauranthouders in principe zoiets hadden van het is goed verlopen. En dat is het idee van we willen het graag nog een keer doen dit jaar nog. Vandaar dat ze mij benaderd hebben. Ik ben bezig met een entertainmentprogramma waarbij de restaurants ook benaderd worden en belicht worden. Dus vandaar dat ik in principe de logische keuze was voor hun, dat ze mij benaderd hebben om het concept te pushen. Het hele idee is dus, het concept is dus bedoeld om de horecagelegenheden vooral iets leuks te laten doen voor de Surinaamse bevolking. Dus een goede samenwerking waardoor ze met elkaar een eetweetje bijna kunnen doen en de mensen de gelegenheid geven, vooral in deze tijd, op een voordelige manier lekker te gaan eten en te genieten. En zoals je hier ook merkt, is muziek op de achtergrond en de mensen iets extra's te geven en een beetje te genieten van de vakantie. Aan deze tweede restaurantweek hebben 13 grote restaurants meegedaan. Dit geeft aan dat er vanuit de sector belangstelling is, zegt de coördinator. De restaurants verschillen qua opzet niet veel van elkaar, maar toch hebben enkele aanpassingen aangebracht, zoals een extra decor en live muziek om de sfeer te verhogen. Dit alles met de bedoeling meer klanten over de vloer te krijgen en zodoende de omzet te verhogen. Er zijn een paar nieuwe bij. Ze reageren hartstikke enthousiast. Het leuke ervan is, ze zien ook dat de mensen erop afreageren. Ik moet eerlijk toegeven, is binnen korte tijd hebben we heel veel zitten pushen. En het is een groot succes. Vanaf maandag al kregen de reacties binnen en mijn telefoon was roodgloeiend. Facebook, je bekent het wel, benaderingen, vragen die gesteld worden. Dus de enthousiasme is goed. Gezien de huidige economische situatie in de wereld, is creativiteit in haast elke sector een noodzaak. Ook in de horeca.
Vandaar deze activiteit. En aan de hand van de reacties van de restauranthouders blijken niet alleen de diners in de smaak te vallen bij het publiek, maar ook de vraag naar meer van zulke activiteiten is gegroeid. De restaurants die dit keer hebben meegedaan, hebben elke dag een volle boeking gehad. Er wordt zelf uitgekeken naar uitbreiding van de restaurantweek en ook naar verruiming van het aantal deelnemende restaurants. Het is onze eerste keer en we zijn al zeer tevreden. We hebben een heleboel mensen moeten afzeggen vanwege de beperkte tafels die we hebben. Maar nu al kunnen we zeggen dat het een succes is. Mensen moeten afzeggen? Ja, helaas, omdat we niet genoeg tafels hebben voor iedereen. Hoe is het gegaan bij de boekingen? Bij de reservering, dat is dus bij de reservering gebeurd. We konden niet iedereen accommoderen, zeg maar. Het is een manier voor ons om je op de markt te zetten. Hè? Om mensen te laten proeven waartoe je in staat bent als de waag. Om ze te kunnen laten genieten van de service die we bieden. En we zijn tot nu toe erg tevreden. We hebben vanaf dinsdag volle zalen gehad. En dan moet u denken tussen de 80 en 100 mensen per avond. Ja, leuk verslag. De tweede restaurantweek wordt van de week geëvalueerd. En dan wordt er bepaald hoe dit verder te continueren. De coördinator geeft nu al te kennen dat de eerstvolgende spoedig wordt bewerkstelligd. Goedenavond.